We zijn te gast bij Marieke Kloot. Een tijdje geleden, Marieke, hadden we een gesprekje met je man, Theo, die Deo Valent het volgend jaar permanent diaken wordt gewijd. En je zou zeggen, nou, dat zal wel een heel katholiek gezin zijn. Ben jij altijd katholiek geweest? Nee, ik ben protestant opgevoed bij mijn ouders. En zijn jaren hebben we dat geloof, zeg maar, beleefd. En in de puberteit zijn we het eigenlijk kwijtgeraakt. Zo een beetje zoals de meeste jongeren die dan, ja, als kind ga je nog mee, als tiener wordt het moeilijker en daarna is het een beetje een stilzwijgend afscheid. Ja, ja, zo zou je het eigenlijk kunnen noemen, ja. En in ons huwelijk, we zijn ook niet voor de kerk getrouwd, we waren alleen voor de wet getrouwd. Toen hebben we gemerkt dat ons huwelijk toch niet, dat er toch wat dingen waren waar we aan moesten werken. Ik ben zelf een hele tijd ook depressief geweest en ik ben een hypochonder. En heb tijden niet goed kunnen functioneren. En toen ben ik eigenlijk via een vriendin, Vivian, die heeft mij eigenlijk meegenomen naar... Dus dat is die Vivian die we laatst ook geïnterviewd hebben over Crisco. Want Vivian is een beetje de... Ja, het is de initiator, zou ik zeggen, van Crisco. Want bij Vivian zagen we ook dit soort... tekeningen, die zijn, hebben we toen begrepen, getekend, gekleurd, gezaagd door mensen van Crisco. Maar ik zie hier naast die kleine ook een grote tekening. Waarvoor heb jij deze grote tekeningen? Nou, we hebben deze grote tekeningen, die gebruik ik in de klasse. Dus ik begin eigenlijk als we een nieuw thema hebben, een lessencyclus. Dat begint ieder jaar bij ons bij Martinus, dat is het nieuwe jaar. En dan hebben we een rode draad, die eigenlijk waar alle... Eigenlijk kerkelijke hoogfeesten, de thema's die er tussendoor liggen, die worden allemaal gelinkt aan eigenlijk het, zeg maar, het thema wat dat jaar eigenlijk centraal staat. Dus binnen Crisco hebben jullie een thema en groepen van kinderen, jongeren, allerlei kringen. Spreken jullie daarover? Ja. Je hebt ook weer kampen met thema's. Nou, mensen die daar meer over willen, die moeten maar naar het filmpje van Vivian kijken. Mm-hmm. Maar jij bent iemand die naar de scholen toe gaat. Ja. Je bent ook officieel lerares. Ik ben officieel leerkracht, ja, een basisleerkracht. En gedurende de jaren, ik heb dat 12,5 jaar gedaan. Toen ben ik een tijdje gestopt, omdat ik graag bij de kinderen thuis wilde blijven. En van daaruit ben ik eigenlijk weer in de scholen gekomen, door middel van een kinderkoortje. Want wij maken rondom de thema's die we behandelen, maken wij ook onze eigen muziek, onze eigen liedjes. We geven vorm aan de afbeeldingen. En ben ik eigenlijk weer in een school terechtgekomen. En ja, dat was voor mij echt een terugkomen. En ik dacht, dit is toch wat ik wil. Alleen nu niet maar als leerkracht, maar echt als catechese leerkracht. Dus je hebt eigenlijk... aan de ene kant zelf een bekering meegemaakt. Ja. Dus beter gezegd, je bent de diepte ingegaan. Mm-hmm. Samen met je man. Dus jullie hebben samen een bekeringsweg gegaan. En vervolgens wil je dat uitdragen naar kinderen toe. Ja. Hoeveel klassen heb je zo? Hoeveel groepen heb je zo per week? Ik zit op één school. Dat is een openbare school. Daar heb ik eigenlijk de groepen 4 tot en met 8. En op mijn katholieke school in de Bolster, in Nut, daar heb ik de groepen 1 tot en met 3. Nu, ik kan me voorstellen, je hebt dan je eigen... Is dat een voor jou of voor de kinderen zo'n man? Nou, dat is toevallig een communieproject. Daar zitten dus lessen in die ik behandel gedurende het jaar. En ook daarin, als we de rode draad, zeg maar, van het jaar nemen... Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we Kom Jezus op het spoor... En dit is toevallig een thema dat gaat over goed uitgerust op weg met Jezus. En dan kijken we van wat past in dat thema. En dat communieproject, of het communiethema, dat sluiten we altijd aan bij de rode draad die we ook door het jaar, zeg maar, met de kinderen behandelen. Nu is het zo, vandaag in het evangelie zegt Jezus, de kleinste in het Rijk der Hemelen is groter dan Johannes de Doper, die notabene de grootste is die onder vrouwen is geboren. Blijkbaar als je in dat Rijk der Hemelen, dus in het Rijk van Jezus, kun je ook als kleine kun je groot zijn. En hij spreekt zelfs over geweldenaars die dat Rijk der Hemelen buitmaken. Mm-hmm. Nu, die kleine, daar geef je les. En hoe oud zijn de jongsten die jij in de klas hebt? De jongsten zijn groep 1, dat zijn de 4-jarigen. 4 jaar. Ja. Maar die komen, die 4, maar ook die 12-jarigen uit gezinnen, ja, die echt niet allemaal zondags naar de kerk gaan of braaf bidden voor en na tafel. Nee. Komen die niet
als ze naar jouw les komen in een totaal vreemde wereld, dat ze je met grote ogen aankijken en zeggen, waar heeft die juf het toch over? Of begrijpen ze waar je het over hebt? Ja, eigenlijk wel. Want ik denk dat kinderen herkennen. Dus ik begin altijd iedere les met hetzelfde ritueel, zeg maar. Ik heb altijd een kaarsje. Dat steken we aan en dan zetten we ook, nou, zet je hart van Jezus maar open. Hè? Dat is iets wat terugkomt. En dan merk je dat kinderen daar, doordat dat iedere les weer terugkomt, merk je al van, oh, dat is al een stukje erkenning. Wie is die Jezus? Oh ja, als ik mijn deur openzet van mijn hart, kan Jezus ook in mijn hart komen. En dat merk je al, als dat iedere keer terugkomt, dan zijn kinderen al ontvankelijk. Ik zie dat je ook een gitaar gebruikt. Ja, die gebruik ik ook. Dus als we dan kijken naar bijvoorbeeld de kleinste, hè, wat u zei. Nou, dat is in dit thema zou ook die kleine David met Goliath heel erg sterk naar voren komen. En dan begin ik dus iedere nieuwe les. Begin ik met een afbeelding. En als ik al rond ga, dan beginnen de kinderen al te zingen. Wat zie je allemaal? Wat hoor je allemaal? Wat kom je tegen onderweg? Maar zie je het ook echt? En hoor je het ook echt? Met je ogen en je oren van je hart. Dus dat is al een herkenning. En dan gaan we praten we eigenlijk over wat zegt die afbeelding jou eigenlijk? Vertel er eens wat over. Wat zie je? Wat hoor je? Dus dat is voor kinderen eigenlijk iets wat een stukje herkenning is. En waar ze merken, oh, daar is de juffrouw weer. Daar komt ze weer. En die afbeeldingen spreken eigenlijk tot hun verbeelding. Maar dus je komt met een stuk geloof, je zingt erbij, ja. Daar gebruik je de gitaar bij. Dat was nu een beetje moeilijk met allebei, ja. Alles tegelijkertijd. Maar de kinderen begrijpen dat er dus een wereld is die eigenlijk voor hen gesloten is in de gewone wereld waar ze leven. Dat er een God is, dat er een Jezus is. Kunnen kinderen dan ook zo spontaan gaan bidden, als je ze de kans geeft? Of is dat een vorm van communicatie waar je heel lang eerst voor op een geloofsweg moet zitten? Nee, eigenlijk niet. Ik merk gewoon dat kinderen heel ontvankelijk zijn. Dus als je vertelt, dus wat ik zelf het allerbelangrijkste vind, omdat ik dat zelf ook zo ervaren heb, is dat kinderen weten dat Jezus er altijd voor je is. Dat je altijd op hem kunt bouwen. Dus wat er ook is, of je nou verdrietig, boos, of je moet wat moeilijks doen. Dat je altijd op hem kunt bouwen. En dat is eigenlijk een prachtige boodschap die jij verkondigt. Dus je legt niet alleen iets uit, maar je verkondigt de blijde boodschap. En de kinderen nemen dat aan. Maar zou je het ook om kunnen draaien? Want er wordt gezegd, die kleine kinderen kunnen we met geweldenaars vergelijken. Zoals de kleine David, die de hemel kunnen veroveren. Geven de kinderen jou ook iets? Of ben jij alleen maar bezig om de kinderen iets te geven? Nee, ik moet zeggen, de kinderen, dus het is eigenlijk is die catechese, dat is met, voor en door kinderen eigenlijk. Dus dat wordt gevormd. Dus ik moet ook eerlijk zeggen, als we soms lessen hebben, dan luister ik wat kinderen zeggen. En dan kan ik dat zelf weer aanvullen in mijn eigen leven. Dus ik vind het ook belangrijk dat ik zelf veel voorbeelden geef van mijzelf, wat ik tegenkom. Mm-hmm. En dan merk je ook dat kinderen zich openstellen om ook over hun gevoelsleven te vertellen. Nou, ik hoop dat er heel veel leerkrachten zoals jou mogen zijn die zeggen, wij gaan dat geloof uitdragen. Dankjewel. Je hebt nog iets. Ja, heel leuk. Ja, dat is, mijn dochter geeft ook laatst op een school. En dat was heel leuk. Die vertelde dus van mama, er kwam een meisje en die heb ik in groep 4 zitten ze nu. En die geeft in groep 2 en die had verteld van, ik begon te zingen, hey ho, zet je masker af. Hè, dat is een deuntje. En dat gaat er eigenlijk om te zeggen, ze, juffrouw, dat liedje ken ik nog. En ze zegt, daar heb je mij verteld, dat als ik verdrietig ben, dat ik dan geen masker op moet zetten, maar dat ik ook eerlijk moet zeggen dat ik verdrietig ben. Ja, dat zijn de dingen waarvan je merkt, dat spreekt. Dat is een wisselwerking tussen leerkracht en leerlingen, dat het toch blijft hangen. Iets heel kostbaars. Dankjewel voor al dat werk wat je doet. Ja. In Jezus' naam en God zegen daarover. Ja, fijn. Het is mijn leven, moet ik zeggen. Dankjewel.